paprika's en tomaten uit het Westland, Oostland gaan de hele wereld over. En ook rozen en chrysanten uit dit gebied zijn overal befaamd. Maar de markt verandert. De concurrentie uit het buitenland wordt sterker en de prijs van deze gewassen staat onder druk. Tegelijkertijd ontwikkelen zich nieuwe markten voor plantenstoffen, voor onder andere de cosmetica en de voedingsmiddelenindustrie. Hoe speel je hier als kweker of teler op in? BioBase Greenport Westland-Oostland is een netwerkorganisatie die tuinbouw, kennisinstellingen en afnemers verbindt. En ondernemers ondersteunt met business in plantenstoffen. Zo heeft onze partner, Kenniscentrum Plantenstoffen, 2200 extracten van planten en bloemen in een extractenbibliotheek aangelegd. Marktpartijen kunnen zo precies zien welke stoffen in een plant zitten en waar ze die voor kunnen gebruiken. Zo blijken in rozenblaadjes moleculen te zitten die als UV-blok werken voor in de zonnebrandcreme. En zijn de resten van tomatenplanten prima te gebruiken als grondstof. Van de vezels kan papier en karton worden gemaakt. Zo werken we samen om kennis en praktijkervaring uit te wisselen, om in te spelen op de veranderende markt met hernieuwbare en natuurlijke producten. Doe je mee? Neem contact met ons op.